groove act, smooth act. Dit is hip hop in je smooth act. Smooth act! Zo, echte hip hop in je smooth. Echte hip hop in je smooth. Ja, wat ik me voorstel is dat het nu nog steeds een situatie is zoals die is: Space Case, Turk, Coffee Connect en ikzelf. Zijn plannen om een Turri, een soort verzamelwerk voor Turri te doen. En met een heleboel beats erop. En dat als een album uit te brengen. Misschien ook wel op vinyl, wie weet. Kraantje Papi ga ik in ieder geval een EP van doen. Ruik je dat ik ben weer fris, het is een nieuwe dag, nieuwe tijden. Jonge man, maar oud gediend, ouwe zien me rijden. Benauwde zien, ik gaf ze meer ruimte. Hoor dat Flee, geef ze meer stijlen. Hoor dat Murder, wat een dille eitje. Turri is weer bij me op zeker. Dus de zon begint meteen te schijnen op deze. Je weet het, ik zeg een haten, 13 drama shit. Je ziet het verkeerd, het leven is je mama, maar karma is een bitch. Ik merk nu wel dat het toch ook, dat mensen mij wel nu meenemen in een afweging. Weet je, en dat is gewoon wel cool, maar nogmaals, voor mij is het een moeilijke afweging om te maken elke keer. Want ik wil ten eerste niemand teleurstellen. Ik kan best wel veel doen, maar niet. Ik kan geen wonderen werken of zo. En ik heb ook geen budgetten van een halve ton of zo, weet je. En ten tweede vind ik dat jij ook zelf wel echt wel gewoon goed veel moet kunnen inbrengen, weet je. En dat is bijvoorbeeld met iemand als Kraantje of zo, die heeft al best wel een hele eigen operatie gaande, weet je. Die heeft zijn studio, je hebt mensen die artwork voor hem kunnen doen en die heeft gewoon. Hij heeft al een soort team. Ja, en eigenlijk een team om zich heen. En dan is het heel makkelijk. Of tenminste, heel makkelijk. Makkelijker. Ja, makkelijker, ja. Dan kan ik meer begeleiden gewoon. En inderdaad, gewoon kan hij eigenlijk gebruik maken van mijn kanaal. En je zegt een dag is te kort, ik vraag je waarom. Ik reis binnen 1 week van de maan naar de zon. Geen zin om te werken, ik draai me nog eens om. Niet in bed, op mijn stoel bedoel ik. Oog op mijn doelwit, geen oog voor de bullshit. Meer dan stupid, de stijl is opgepoetst. Nu is ook de flow te moeilijk voor die dudes. De filosofie is een poging, doen is nooit te moeilijk. Dus doe ik ook niet moeilijk, pay bovendien mijn doels. En gezien ik moves maak op eigen kosten zit ik goed. Plus ik heb die muziek. Ik kan te hossel in mijn bloed. Voel me of voel me niet en laat me lopen. Maar voor wie me voelt, geld aanraken is kopen. Tot nu toe, in het geval van Noah's Ark of wat dan ook, als ik iets wilde, dan moet je gewoon, ja, je gaat net als elk ander mens, ga je gewoon checken van, oké, waar kan ik dat halen? En dan ga ik zoeken op Google. Of ga ik iemand bellen die ik denk dat diegene het weet, weet je? Nou, dan bel ik diegene en zeg je, weet jij dat? Nee, maar ik weet wel dat hij het weet, nou, dan bel ik hem. En dan op die manier kom je iets te weten en dan leer je het en dan. Weet je, dus, en langzaam maar zeker wordt het een steeds echter ding, weet je. Dus ik ben zo langzaam aan het bouwen naar iets dat wat meer echt een bedrijf wordt of zo. Maar ja, er zijn nu een paar wel, zeg maar, jongere jongens nooit aan het maken. Maar ja, nogmaals, ik wil dat als het een ding is met Noah's Ark, weet je, moet het gewoon zijn omdat diegene ook inziet waarom je bij mij zou willen of bij Noah's Ark zou willen. En die reden is, denk ik, dat je gewoon een bladzijde in Nederlandse hiphop wil beslaan. Met een team dat, weet je wel, anders. Of dat, ja, dat weer een alternatief biedt, weet je. En zeg maar, dat moet wel voornamelijk je doel zijn. Weet je, als je superster wil worden, dan zijn er betere opties, zeg ik eerlijk. Hij mag dan wel niet zo flink zijn, maar laat me erin, meid. Ik wil er binnenin zijn, opwarmen, alsof we buiten in de zon stappen. Maar het is donker en ik wil je op je kont klappen. Nee, dat is geen taboe, nee, dat de kop pas straks. Was het niet onze dag, dan wordt het wel onze nacht. Ik denk te veel aan seks, ben ik oppervlakkig? Je moet niet zoveel denken, bitch, get on your knees and suck it. Nee, ik ben lief, dit zijn slechts mijn gedachten. Ik neuk hard, maar voor de rest ben ik een watje. Terug naar jou, fuck it, je bent het einde. Je booty's vet, ha, daar wil ik wel over schrijven. Maar er zijn opties, je borsten zijn toppies. En zo mooi slank, schat, ik ga bijna nokkie. Geef me die hash, oh ja. Jij en ik hebben het voor mekaar. Dit is hitte. We doen het zittend, staand, liggend. Het is hitte. Ja, dit is hitte. We doen het zittend, staand, liggend. Het is hitte. Yeah. Eén uitgangspunt was wel dat ik wilde iets, het moest wat genuanceerder zijn. Ik wilde niet meer heel obvious, zeg maar, hele voor de hand liggende dingen doen. Niet dat ik vind dat de dingen die ik daarvoor deed heel voor de hand liggend waren. Maar als je bijvoorbeeld langs een Coffee Connect legt, dan is Coffee Connect heel duidelijk gewoon een ding binnen een stijl, weet je. En dat wilde ik met dit niet doen. Ik wilde dit moest meer een soort, meer,
ja, algemeen muziek zijn dan dat het echt per se een hip-hop project weet je, was, zoals Koffie Knack bijvoorbeeld. Nou, laat ik zeggen, eentje van FS Green en eentje van OJ zijn allebei best wel bepalend voor het beeld wat er nu bestaat van het album. En dat zijn zeg maar Doenie Jiggy en Zeg Het, voor mijn gevoel. Omdat Doenie Jiggy is ja, best wel een clubbeat waar je mij niet zo snel op zou verwachten misschien. En ook niet zou je niet verwachten uit OJ's een beatmakelarij. En dus ja, daar koos ik op een gegeven moment voor om die track toch te pakken. Omdat ik hem gewoon toch wel grappig vond. En Zeg Het, ja, dat is toch wel de meest outside the box. En niet voor de hand liggend Jiggy J-achtige track die erop staat. En die, dat zijn dan twee tracks op de 14. Maar die dan toch wel ervoor zorgen dat een album een bepaalde feel heeft, weet je. Ja, geloof mij maar eens klaar, rappers. Je maakt er een troep van, je doet maar. Ik feest de flora met je, doe maar stoer daar, rappers. Mijn mensen weten, hoor ze langs wel die leven. Hip hip hoera, zeggen Jiggy Jesus. Hip hip hoera, je hebt geen poeha. Gewoon boom, moves maken. Zie me toeslaan met de kracht van een tsunami. De scene is op koers sinds ik aan het roer sta. Wie, Jiggy, ik ben terug, motherfucker. De kapitein van de ark. Geen solo voor die aas, maar niks is veranderd. Mijn klik is voor altijd als inkt in mijn arm. Rappers zijn te slap om te sparren. Ze willen maar een witte pun, betekent van de barren. Yeah. Ik gisteren met mijn vader en moeder weer gegeten sinds een tijdje. En mijn vader die luistert het album ook veel, weet je. Hij is muzikant. En hij kan zich heel erg vinden in de tempowisselingen en in de blazensecties die erin zitten. In de samples en zo, weet je. En in ja, de muzikaliteit en weet je wel, de arrangementen en de, weet je wel, dynamiek van het album gewoon. En dat vind ik, dat stemt me wel heel tevreden of zo. Weet je. Ik luisterde ook het album een paar dagen geleden voor het eerst zelf weer, in een paar rondjes. Terwijl ik gewoon wat shit zat te doen op mijn laptop. En toen hoorde ik ook wel echt lines waarvan ik dacht van ja, dat is toch gewoon master gewoon dat ik dat zeg. Yo, wil je iets weten over mijn leven of niet? Yeah. Alles. Het leven van een van den Assen betekent stangnes. Vleet alles aan de blad, watsen. Niks op de bank, de bank is mijn broekzak. Ik zou de vleet niet zijn als ik niet genoeg had. Maar ik heb nooit genoeg, ik koop de kroeg niet uit. Ik neem de kroeg mee naar huis, ik heb genoeg in huis. De meisjes draaien joints, de gasten schiemen. Ik heb mijn schema lak, dus je ziet me rollen. Het ownen, de volgende stop is de club. Hier is de drank gratis, dus ik heb het druk. Chickens geef geen fuck, say and I can do better. Ja, let's see you do better. Ik vind het fremmen, vervelend, lekker om mij te zijn. Beter kan ik het niet zeggen, ik ben vertrouwelijk als persoon. Dus vertrouw mij. Yeah. Je moet ook durven te staan achter een idee dat je hebt gewoon. En voor mij zijn er geen deuren dicht, er zijn alleen maar deuren open. Snap je wat ik bedoel? Door het doen van dat soort tracks laat je alleen maar zien van, weet je, als ik het zou willen, zou ik dat kunnen doen. Dat soort dingen. Plus het valt nog steeds onder het Jiggy J format. Als in, het is alsnog humor. En het is, snap je, ik kies dan ervoor om zo'n track op een andere manier in te vullen dan dat je misschien zou doen als je daadwerkelijk een clubachtige rapper bent ofzo. Dat was ook bijvoorbeeld met een track als Superster ook, weet je, van OJ had die hoek er al op staan. Ik ben een superster, weet je, en ik denk dat een heleboel andere rappers zouden invullen van ik krijg dit en dat en ik heb allerlei riches en bitches en dingen en dit en dat. En ik kies ervoor om uit te leggen aan mijn vader dat wat ik doe, weet je wel, een bewuste keuze is. Dus je maakt het dan toch meer een autobiografische track van ofzo, ja, in plaats van een soort van een soort van geromantiseerd spektakel. Yeah, yeah, ik zei ze op één, ik ben één. En dat ben ik nog steeds, dus ik doe er nog één. De keizer, niet opeens de nicest. Ik stond al een tijd lang op je hotlijstje. Top 1 tot 5, jij luister, Jezus. De competitie is geen, begrepen ze geen stroopbreken. De competitie is meesterlijk. OJ, de beat is een beest, ik film levend. Zo vreselijk, zeg gewoon jij. Als je ziet mij in de verte, ze bijten jouw stijl, ze bijten mijn carrière. Dat is zo leem, zo leem. En zo voort, maar ze vormen voor mij geen probleem. Nee joh, doe jou, ik doe mij. Doe stoer of doe blij. Ik doe beide, doe louder bij als het moet. Bekijk het en luister goed, want dan kan je thuis oefenen. Maar denk niet dat ik de tactiek uit de doeken doe. Of mijn boek open, nou. Als je buiten zoekt, kan je lang blijven zoeken. Niemand krijgt de code, niemand kraakt de kluis open. Nou, dat is onmogelijk. Alleen leemhersens doen leemhers pogingen. Maar maken geen schijn van kans op zijn. Want ze weten wie de kapitein van de game is. De visie, bloed.
Atari, PS3, de flow, Nintendo, want je weet wel wie. Jiggen.